In dit filmpje gaan we het hebben over onze polymeerklei. In de winkel verkopen wij twee soorten polymeerklei, namelijk Cernit en Fimo. Fimo, dat is van Duitse makelij. En Cernit is van Belgische makelij. Het zijn eigenlijk twee identieke producten, dus allebei polymeerklei. En wat is polymeerklei eigenlijk? Dat zijn eigenlijk PVC-deeltjes dat ze hebben gebracht in de polymeerklei. Ze hebben daar kleurpigment aan toegevoegd en een weekmaker. Dus als je de polymeerkleiverpakking opendoet, kan je dat gaan warmen en weekmaken met je warme handen. Polymeerklei is eigenlijk zeer gemakkelijk te verwerken en kan in een gewone keukenoven afgebakken worden. Op de verpakking staat van onder de 10 tot 130 graden, maar ik bak eigenlijk altijd af op onder de 10 graden. Ik heb al voorgehad dat bepaalde kleuren op 130 graden ja, wat veranderen van kleur. Dus vandaar dat ik aanraad om toch op onder de 10 graden te bakken. Polymeerklei is eigenlijk ook heel gemakkelijk om met kinderen te werken. Je hebt niet veel materiaal nodig, een pakje polymeerklei is goedkoop. En wordt eigenlijk door veel mensen gebruikt. Ook kunstenaars gebruiken polymeerklei, maar wij in de winkel hier gaan dat meer gebruiken om er kralen van te maken en juwelen van te maken. De polymeerklei bestaat eigenlijk in verschillende vormen. Hier onder andere zie je Cernit Glamour. En daar zit eigenlijk een beetje glitter in de polymeerklei verwerkt. Je hebt het ook in Transulent, dus dat is een beetje transparantig. De gewone kleurtjes, die noemen ze dan number one bij Cernit. En ook wat speciale, zo de nature die wat steenachtige effecten gaan geven. Polymeerklei is ook niet giftig, dus je kan kinderen er perfect mee laten werken. Het is niet schadelijk voor de gezondheid. En voor de kinderen hebben we ook zo'n hele leuke neon kleurtjes. Zo, in volgende filmpjes gaan wij jullie zeker laten zien hoe we de polymeerklei verwerken tot eenvoudige kraaltjes. Tot de volgende, dag!